Met ons ensemble spelen we op kopieën van oude instrumenten. Dat betekent dat zowel Bach als Telemann de hobo waarop ik speel zelf gekend hebben. Daarmee hopen we dichter bij de oorsprong van de muziek te kunnen komen. Het grote verschil tussen de barokhobo en de moderne hobo is dat er veel minder kleppen op de barokhobo zitten. En dat de boring wat wijder is, waardoor die iets donkerder en wat lager klinkt. Als begeleider, het zogenaamde continuo, ben je het cement tussen de instrumentalisten en de akkoorden die je eigenlijk altijd hoort te spelen. Dat is ontzettend leuk, want je moet natuurlijk wel de akkoorden spelen die aangegeven staan. Maar anderzijds kun je ook soms dingen imiteren die in de instrumenten voorbij komen. En dat maakt het spelen in zo'n barokkwartet ontzettend leuk en afwisselend. Het Italiaanse woord cambiamento betekent verandering. En juist die verandering staat centraal binnen onze concerten. Zo kan het gebeuren dat we een kwartet spelen voor blokfluit, oboe, clavecimbal en cello. Maar daarna kunnen we ook een trio programmeren met drie blokfluiten. En die verandering, ja, die maakt onze programma's heel aantrekkelijk. En ja, ook de keuze van de muziek, daarin kan je verandering ontdekken, omdat we hele oude muziek spelen. Maar juist ook moderne muziek, muziek van nu, gecomponeerd speciaal voor ons bijvoorbeeld. En ja, dat maakt het spelen in dit kwartet echt een feest. Ik speel op de barokcello. Deze cello heeft darmsnaren in plaats van staalsnaren, zoals de moderne cello. En dit geeft een heel ander geluid. En dat kunt u het beste horen als u naar een van onze concerten komt.